het was de eerste keer ook nog trouwens dat ik die treinstappen ging doen. En dan moest ik de trein pakken van Bilde naar Tongeren. En dan van... Ja... En dan van Tongeren naar Bilde te voet. Dat is ongeveer 22,5 kilometer. Ik hoop echt wel dat die nog komt. Maar we zullen zien. Ik ga nog eventjes wachten. En anders gaan we vandaag gewoon een andere wandeling doen. Daar juist het bericht gekregen dat de IC-trein van Bilze naar Luik-Gimijn van 13:01 door een technisch defect vandaag niet reed. Dus ik ga nu even telefoneren of ze mij komen halen en dan kan ik misschien om 14:01 de trein terugpakken. Ja. Bart komt me nu dadelijk halen met de auto en dan brengt hij mij door naar Tongeren. Van hieruit is dat maar een kwartiertje rijden. Maar dan is het geen treinstapper. Allee, het is de treinstapper wel die ik ga doen, maar zonder de trein. Anders moet ik nog een uur wachten. En dan wordt het misschien toch een beetje laat om die kilometers nog gedaan te krijgen. Het waait wel stevig vandaag, maar gelukkig is het wel redelijk zonnig en dat maakt toch wel dat het wat warmer is. Want gisteren ben ik ook een kleine wandeling gaan maken en toen waaide het ook zo hard, maar het was bewolkt en echt heel koud. Toch voor de tijd van het jaar. Dus heel content momenteel dat... Waar is ze? Kinder, oever. Daar, dat de zon schijnt, hè. Zoveel marentakken zijn. Want zie je die bomen, die hangen helemaal vol. Nog net te vroeg voor het bloesemseizoen, maar stilletjes aan wordt alles wel weer groen. Al 17:45. Maar het uur is veranderd deze weekend. We hebben een uurtje vooruitgeschoven en dat maakt gewoon dat ja, mijn uurbeleving is heel anders. Maar één voordeel is wel, en dat vind ik altijd heel fijn, het zomeruur, dat betekent toch wel dat we een uur langer klaar hebben.